Ja, welkom allemaal. Goedenavond of goede dag voor degenen die dit misschien terugkijken online. Vanavond, of we gaan het nu hebben over een filmpje over de terugkomst van Lilith. En hoe KFC dit aan het promoten is door een videogame die gespeeld kan worden. Diablo 4 is dat. En Diablo is dus een spel. Maar Diablo betekent in het Spaans betekent het de duivel. Dus het is een duivelspel, vierde editie. En het wordt gepromoot door KFC. Nou, ik denk dat eigenlijk iedereen wel bekend is met KFC. Een restaurant waar je kip kan eten. Kentucky Fried Chicken, ook wel afkorting daarvan. En ja, daar gaan we het over hebben. Want dat zijn weer bedrijven die dingen van de eindtijd aan het promoten zijn. Lilith is een demon. Die komt terug door middel van de promotie van KFC. En daar gaan we verder over kijken in deze video. En dat ga ik voor jullie vertalen. What does Lilith, as mentioned in Isaiah 64 as a night demon, considered by some as Adam's first wife, has to do with Diablo 4 game currently being endorsed and promoted by KFC? Now, the Diablo games had been around for a while, starting when they were released first in January 1997, and back then, people didn't really accept the game's openly satanic themes and stories. But things have really changed. Stuff that used to be strange and impossible, like occult, Satanism, witchcraft, radical gender ideas, had become mainstream and strongly influenced America. Ja, wat hij dus zegt, hij spreekt een beetje over het spel Diablo en dat het al in 1997, zei hij volgens mij zo uit mijn hoofd, dat het al bestaat en dat toen de tijd er nog heel veel kritiek was over, nou ja, hoe publiekelijk en satanistisch dat spel was en ja, dat het tegenwoordig veel normaler is geworden, een stuk genormaliseerd. Er komen natuurlijk heel veel horrorfilms, satanistische horrorfilms op tv. Heel veel mensen kijken dat. Heel veel satanistische filmpjes die voorbij komen. Ook op social media wordt bepaalde dingen gepromoot. Kleding die gepromoot wordt met satanistische afbeeldingen. Denk ook aan optredens van bepaalde artiesten die ook in deze eindtijd en openbaringen onder andere behandeld zijn. Dat zijn allemaal satanistische rituelen waar mensen aan deelnemen zonder dat ze het soms doorhebben zelf. Maar het wordt nu heel normaal gevonden. En ja, wat vroeger nog heel veel kritiek op was, wordt nu heel normaal gevonden. En dit is dus de nieuwste game. American culture today. These ideas are also so widely accepted in the USA that even the KFC feels very confident in teaming up with Blizzard to promote the real character of the Lilith demon, a creature mentioned, as I already have said, Isaiah 34. As you can see, KFC... Ja, en wat hij hier ook zegt, Lilith wordt ook genoemd in Jesaja 34, dus daar... Als je de Bijbel bij je hebt of als je dit terugkijkt, kun je dat teruglezen. Lilith wordt in de Bijbel ook genoemd. En wat hij verder ook nog zei was dat wat vroeger ondenkbaar was over satanisme en hoe publiekelijk dat gemaakt wordt, dat het nu zo genormaliseerd is dat zelfs een fastfoodbedrijf zoals KFC gewoon geen problemen mee heeft om dit ook gewoon te promoten eigenlijk. Om hier een deal mee te sluiten met deze videogame. En ja, dit aan het uitbrengen is, en dit moet dan Lilith voorstellen, de demon. En hij gaat het ook nog hebben over dat sommige mensen denken dat Lilith de eerste vrouw van Adam is geweest. Er zijn mensen die dat geloven. Website. This is not some kind of a demon website. This is a KFC fast food chain restaurant website. It has a promotion going on right now. My Diablo Rewards. So if eating the junk food is not bad enough already, now you can have a little cherry on the top of the cake. You can be a part of the promotion campaign and get a little Lilith and as well as other characters that are technically or supposedly fighting the Lilith, which are demons themselves, as part of your package of eating at KFC.
Ja, en wat hij hier ook zegt, wat ook wel bijzonder is om erbij te noemen, dat is dat in dit spel Lilith bestreden wordt door middel van andere demonen. Dus eigenlijk wat ze dus aan het promoten zijn, is dat deze demon dan bewijzen van slecht zou zijn, wat sowieso slecht is, maar dat andere demonen gebruikt worden om haar te bestrijden. Dus oftewel dat sommige demonen wel goed zijn, dat wordt er eigenlijk een beetje de psychologie erachter is dat mensen die er niet bewust mee bezig zijn, dat ze eigenlijk in hun onderbewustzijn zo geprogrammeerd worden dat we het normaal vinden dat demonen 1 bestaan, maar dat is nu al zo genormaliseerd dat we daar niet eens meer, dat we dat niet eens meer bijzonder vinden, want als we dit zien vinden we dit niet meer bijzonder. Dat moet al 1 ding laten zien aan mensen. En 2, dat op het moment dat we er zo aan gewend raken dat ze er zijn, dat er dan misschien ook goede demonen zouden zijn. Wat er natuurlijk niet zijn. Want demonen zijn niet goed. Demonen zijn er om je kapot te maken. Om mensen kapot te maken. Om verdriet teweeg te brengen. Om te pijnigen. Om te stelen. Waar de duivel ook voor gekomen is. Now, the company that promotes and creates this Diablo 4 video game on their website talks about this game. It has a commercial, which I'm not going to play, but it has this text that pretty much summarizes what this game is about. Lilith has returned to Sanctuary, summoned by a dark ritual after her lengthy exile. Before you begin to wander the 5 massive regions of Diablo. Ja, en wat hij hier ook zegt, dit is de tekst van de game zelf, dacht ik, dat hij zei. En er staat, Lilith is teruggekomen uit haar sanctuary, dat is een kerk is bijvoorbeeld een sanctuary, dus een heilige plek. Dus Lilith is teruggekomen uit de heilige plek, want ze is opgeroepen door een duister ritueel na haar lange verbannenis. Dat ze verbannen is, is ze weer terug. Wat klopt. Ze is uiteindelijk weggestuurd. Toen Jezus terugkwam en alle duistere machten heeft weggestuurd, waren zij weg. Werden zij verbannen, kon zij niet terugkomen. Maar door duistere rituelen, door satanisten, door heksen, is ze weer terug. Dit is niet eens alleen via een spel dat ze terug is gekomen. Die geest van Lilith, de demonen die daarbij komen, die zijn allemaal terug. Uit verbannenis, omdat terwijl ze verbannen waren, doordat ze opgeroepen zijn. En mensen die dit spelen, nemen daar eigenlijk ook deel aan. En worden hier ook meegemaakt, krijgen deze demonen ook in hun. Door dit te spelen, de mensen die dit gaan spelen, of dit spelen, krijgen demonen in hun. Doe mee aan deze duistere rituelen. Ook al is het via een spel, zij krijgen dit alsnog binnen. Zij consumeren dit met hun ogen. Het heet entertainment. Enter is van dat er iets binnenkomt. Dus entertainment, met dat jij iets aan het kijken bent, zoals dit, en dit aan het spelen bent, zorgt ervoor dat die demon, of die personage waarmee je speelt, dat die in jou komt, dat die jou entert. For as a barbarian, druid, necromancer, rogue, or sorcerer, to undo the agony Lilith exacted on the world she helped create. We urge you to reuse this launch guide and let it aid you in your triumph over evil. So pretty much this game, Diablo 4, focuses on Lilith coming back because of some magic and ritual that was accomplished. And now, as a player, you can become one of the 5 characters and you can customize them to help you fight this demon. Surprisingly, each one of these 5 characters that fights Lilith are demons themselves. The barbarian is a strong war. Ja, en wat hij dus ook zegt, er zijn dus 5 personages die je kan spelen die dan tegen Lilith zouden strijden. Alleen al die 5 personages waar je mee kan spelen zijn ook allemaal demonen. Dus ja, dit is een warrior die dan krijgen, die dan heel sterk zou zijn. Nou ja, ik
laat hem eerst maar verder spelen en dan leg ik er verder nog wel meer over. Warrior who fights up close with powerful weapons. The druid is a nature-focused character who can transform into animals like bears and werewolves. The necromancer, which the name should tell you. Ja, dus de tweede was bijvoorbeeld een druid. En een druid is een persoon die van gedaante kan wisselen. Dus die van bepaalde dieren, dus een bewijs van een wolf of een uil of een slang kan veranderen. Dit is de necromancer. Dat is een personage die dus doden kan controleren. Dus die doden kan sturen, oproepen en bepaalde dingen kan laten uitvoeren. En ja, laten we verder kijken. What that is, it's a character who controls people who die. They raise skeletons, command them to fight, and use curses to weaken enemies. The rogue is a fast and sneaky character who excels at ranged combat. And the sorcerer is a character who specializes in magic. Ja, en wat daar het laatste wat je zag was dus een sorcerer, ook wel een heks, die dus magie gebruikt, nou ja, tegenwoordig, en er zijn ook al meerdere filmpjes waar hekserij onder andere in behandeld is. Dit is dan een spel, maar al dit is ook, ook gewoon mogelijk in een spirituele wereld. Heksen zijn niet alleen iets wat hier in een spel zit, maar dat is ook iets waar wij hier hedendaags mee te maken hebben. Soms, of we dat nou zien, of merken of niet, ze zijn er. Sterker nog, ik noem bij wijze van een voorbeeld. Welke begraafplaats was dat ook weer waar toen die heksen samenkwamen? Waar je ouders. Amersfoort. Ja, in Amersfoort. In Amersfoort was dus bijvoorbeeld een begraafplaats. Ik weet niet of mensen dat misschien nog wat zeggen. Maar bij die begraafplaats waren dus een groep heksen bijeengekomen. Het was gewoon een nieuwsartikel, dus je kan het gewoon opzoeken. Was een groep heksen bij elkaar gekomen om kinderzielen op te roepen. Door rituelen te doen. Dus zij wilden kinderzielen oproepen. Dus als je denkt van onzin, wat een onzin is die jongen aan het verkondigen van heksen bestaan toch helemaal niet. Waarom zouden, als dit in een spel voorkomt, waarom zouden mensen in het dagelijks leven midden in de nacht gaan samenkomen op een begraafplaats in Amersfoort om kinderzielen op te roepen op die begraafplaats, als het niet echt zou zijn. Dat is wat ik mensen dan graag wil vragen, van als je dit kijkt en misschien je twijfels daarbij hebt, zoek het vooral op. Maar als het niet echt zou zijn, waarom zouden volwassen mensen dit gaan doen? Waarom zouden ze ook toestemming vragen van de eigenaar van de begraafplaats om dat te mogen doen en daar ook werkelijk toestemming voor te krijgen? Gek toch? What does the Bible teach us about these things? Well, first and foremost, I want to address the issue of Lilith. The Lilith has been this figure that has been debated on and talked about in mythologies and so many other things. Some people actually believe that Lilith is Adam's wife. It comes from Jewish mythology, where Lilith is seen as a supernatural figure associated with darkness, demons, and seduction. They claim she was the first wife of Adam before Eve, and she refused to submit to Adam, and therefore she went into rebellion. Their reference for that, and this actually comes from some Jewish scholars, not everybody believes or accepts that in Jewish community, but still, that idea is there. Ja, wat hij hier zegt, hij spreekt dus over dat sommige mensen dus denken dat Lilith eigenlijk officieel de eerste vrouw van Adam zou zijn, en dat het eigenlijk terugkomt vanuit de Joodse gemeenschap, en dat sommige onderwijzers van de Joodse gemeenschap dit benoemd hebben. Niet alle Joden erkennen dit en geloven dit, maar daardoor komt het dus wel dat sommige mensen dus geloven dat Lilith officieel de eerste vrouw was van Adam. Wat natuurlijk niet zo is. That in Genesis chapter 1, men and women were created on the same day from clay. But in Genesis chapter 2, it seems to show that God created a man and then he created a woman from a man. So some of these Jewish commentators in the Jewish Midrash, which Midrash is actually a Jewish body of like a commentary on the scripture, what they actually do to reconcile these two
chapters of Genesis that seem to contradict themselves at first, they say that these are two separate events, rather two accounts of the same event, and they say that Adam's first wife, Lilith, rebelled and therefore God went and created the second. Ja, wat hij hier zegt, dus sommige mensen denken dus dat Lilith de eerste vrouw was, maar dat ze uiteindelijk in opstand kwam tegen Adam en dat vervolgens God hem een nieuwe vrouw had geschapen vanuit zichzelf. Dat is de uitleg van wat die Bijbel of die Joodse onderwijzers gaven aan de mensen die naar hun luisteren. Maar dat is natuurlijk niet zo, want God heeft gewoon de vrouw uit de man geschapen. Dat klopt natuurlijk. Alleen was die vrouw Eva, niet Lilith. Lilith was daar helemaal niet. Ze heeft misschien heus wel bestaan, maar het was niet de vrouw van Adam. Why for Adam? Now, the Talmud, which is a central Jewish text for Jewish law and tradition, doesn't say anything about Lilith being Adam's wife, but it does mention her 4 times. Babylon Talmud text refers to Lilith as a female demon who is associated with causing harm to newborn infants and pregnant women. But what does the Bible say about Lilith? What? Ja, wat er dus in de Talmud stond, is dat Lilith te maken had met vroeggeboren kinderen. Dat ze daar, dat het een demon was die daar haar prooi, zeg maar, opzocht. En zwangere vrouwen. Dat ze die juist als doelwit had, zeg maar, als demon zijnde. Dat werd er over benoemd. Actually, there is a verse in the Bible, Isaiah 34, verse 14. It says the following: the wild beasts of the desert shall also meet with the jackals, and the wild goat shall bleed to its companion, and the night creature shall rest there and find for herself a place of rest. Some English translators use the term Lilith, while others translate with terms like owl, night creature, night bird, or night monsters. Ja, dus hij had hier een vers, een Bijbelvers van Jesaja, volgens mij 34, zeg ik dat goed? Waarin een stukje over een night creature stond, dus een nachtdier. Maar sommige vertalingen wordt dat ook vertaald naar Lilith. Dus dat Lilith daarin specifiek genoemd werd. Dus er zijn verschillende vertalingen. En dat is een ander moment waarin zij benoemd zou zijn. So what do we take away from this Lilith promotional thing with KFC? Well, first of all, I think that KFC is trying to ride what's happening in the culture, and they see this as just a game. But at the same time, demonic agenda is behind that to desensitize our culture and to make it seem like these things, these demons, necromancy, sorcery, witchcraft, Lilith, they're just figures of speech representing evil, and we're all at war with evil. They actually want to push this idea that you can fight evil with evil. My 3 take. Ja, wat hij hier ook zegt is dat hij denkt dat KFC dit ook doet om dat het nu tegenwoordig best wel een hot topic is, dat er veel van dit soort activiteiten gaande zijn en dat ze daar gewoon in mee willen deelnemen. Maar dat ze eigenlijk ook een bepaalde agenda overnemen die gepusht wordt om satanisme eigenlijk publiekelijk te maken en dat een beetje te normaliseren voor het hedendaagse publiek. En door middel van een game dat mensen denken van, maar het is toch een spelletje. Dat mensen gaan denken van, maar het is gewoon een spelletje, dat dit bestaat niet echt. Een beetje lachoniek, mensen een beetje in slaap aan het wiegen zijn. Van dit is een fantasie iets. Dit bestaat niet echt. Always. First one, Lilith is a demon. I do believe that, not only because we've done deliverances and Lilith came out as a demon, but also we see this throughout the history and other deliverance ministers, and we see this mentioned in the Bible. Lilith is an unclean spirit that seems to haunt people in dreams of the night and visions of the day. Lilith can appeal to men in the likeness of a woman and to women in the likeness of a man.
Ja, wat hij hier dus zegt is, één ding is dat Lilith een demon is. Ook uit eigen ervaring dat hij de demon Lilith uit mensen heeft gedreven. En dat andere gemeenschappen ook deze demon wel uitgedreven hebben uit mensen. En wat hij ook zegt is dat Lilith van gedaante kan wisselen. Dus voor mannen dat ze zich als vrouw kan voordoen. Maar voor vrouwen dat ze zich als man kan voordoen. Dat werd er tot nu toe in benoemd. Lilith seems to attack people in their sexual and reproductive realms of life. Lilith attacks children, childbearing, through miscarriage and sometimes causing people not to have children. Lilith seduces. Ja, wat hij hier ook zegt is dat tijdens miskramen dat Lilith daar ook voor probeert te zorgen dat mensen een miskraam krijgen of überhaupt geen kinderen. En dat is wel interessant dat hij dat zegt, want in het vorige filmpje hadden we het over de kunstmatige baarmoeder en vrouwen die geen kinderen willen en over kindersterfte, over onvruchtbaarheid, dat soort dingen. Dat valt eigenlijk heel erg in het straatje van Lilith, in dit geval van wat deze man zegt. Dus dat is wel opmerkelijk dat hij dat zegt, want dat betekent eigenlijk dat Lilith ook werkelijk is teruggekeerd. Want anders zouden die getallen ook niet zoveel omhoog zijn gegaan. Dat miskramen en kindersterfte, dat omhoog aan het gaan. Dus complicaties, zwangerschapsvergiftigingen, noem het maar op. This man to drain their essence. In fact, it was believed that when she sleeps with men, she steals their seed to impregnate herself to produce demonic offspring. While I know that demons can't produce demons, one thing is certain. Many people have experienced demonic intrusion in their sleep through sexual repeated dreams. And once they experience deliverance, those dreams stop. The second takeaway. Ja, wat hij hier over spreekt is over dat Lilith zich ook een type seksdemon is, in zekere zin. Er zijn sommige mensen die last hebben gehad tijdens hun slaap, dat zij door demonen aangevallen werd door middel van seks. En dat Lilith daar een demon van is die zich, daar ook voor gebruikt. En dat mensen die daar last van hebben, daar soms bevrijding van krijgen als daarvoor gebeden wordt, dat ze dan niet meer last hebben van die dromen. Is spiritual warfare is not a game. Spiritual world is real. There is evil and good, Satan and God. Satan is a defeated foe. He's a created creature who rebelled against God and who opposes God's will, God's ministers, and God's church. We are in a cosmic conflict battle between evil and good, Satan's will and God's will. Satan, demons, and evil people will have their will and they are responsible for their. Ja, wat hij hier zegt, het tweede ding was dat spirituele oorlogsvoering, dat echt is. Dat het niet iets is vanuit een spel, dat het niet iets is wat mensen maar verzinnen, dat het echt is. Demonen zijn echt, duisternis is echt, de duivel is echt. Al deze dingen die gebeuren en dat dit nu door middel van een spel of door tv of door films of wat dan ook, het is met een reden. Als het niet echt zou zijn, dan zou het toch niet zo genormaliseerd, zoveel overal beschikbaar zijn. Waarom moeten heel veel zangers duivels in hun muziek verwerken? Of demonen? Als ze toch niet zouden bestaan, dan hoef je dat toch ook niet steeds te benoemen. Waarom zeggen we, je bent een engel? Als het allemaal niet zou bestaan, waarom zijn het dan dingen dat wij tegen elkaar zeggen? Hoe kunnen wij slechte dingen zien gebeuren? Mensen die andere mensen vermoorden. Sterker nog, ik noem een voorbeeld. De laatste tijd zijn er heel veel mensen met schizofrene aanvallen die andere mensen neersteken. Waar denk jij waardoor die mensen zo zijn? Dat zijn niet de mensen die het zelf doen. Dat zijn de demonen die in hun zitten, die dat doen. Die zich manifesteren, die persoon hebben overgenomen. En dat komt door middel van dit soort spellen, dat mensen dit gaan doen. Of bepaalde films die ze kijken.
bepaalde muziek die ze luisteren, waarin ze mee zingen, waardoor ze overgenomen worden. En wat wij onder medische termen als psychose benoemen. En vervolgens krijgen ze een demon in hun hoofd die tegen hen zegt van steek deze persoon neer. En vervolgens kunnen ze er niks tegen doen. En vervolgens zijn er zo 3 mensen dood. Kijk maar bijvoorbeeld hier, wat was het nou in Leiden? Dat er iemand weer neer is gestoken. Ik lees het de laatste tijd bijna elke week dat er iemand is neergestoken door iemand die psychotisch is, zou zijn. Hoe kan het dan dat het laatste jaren in één keer zo omhoog is gegaan en dat toevallig satanistische videogames en films en series en muziek zoveel meer beschikbaar is? Dan kun je ook afvragen, 1 plus 1 is 2, toch? Well, and what happens on this earth is not always consistent with God's character as revealed in Jesus. Jesus opposed disease, demons and disasters originating from the will of Satan, fallen angels, not from God. God has already won, but we are called to wage spiritual warfare against evil through prayer, evangelism and deliverance. Church is a warship. Ja, wat hij hier ook zegt is dat wij als christenen ook oorlog moeten voeren tegen deze praktijken. Door middel van gebed, door evangeliseren en het uitdrijven van deze demonen uit andere mensen. Het bevrijden, mensen vrijzetten hiervan. Vrijzetten van hun zondige natuur, wat het vlees van hun wil. En dat is niet alleen hun vlees dat dat wil, maar ook de demonen die zij met zich meedragen, die dat, waarmee het vlees gevoed wordt. Dus als, ik noem maar wat, iemand die pornografisch verslaafd is bijvoorbeeld, heeft vaak een demon. Misschien wel deze demon Lilith. Misschien heeft diegene ook wel zulke dromen. En dat die daarmee lastiggevallen wordt. Maar door pornografisch materiaal. Misschien vindt die persoon het zelf helemaal wel niet interessant. Of wil die dat überhaupt niet zien. Maar toch, op een of andere manier blijft hij daar maar terugkomen. Dat komt niet omdat die persoon dat zelf per se wil. Dat komt omdat er een demon in die persoon zit die drang heeft van doe dit. En vervolgens op het moment dat je eraan toegeeft, ben je die demon aan het voeden. Wat dat dan ook is. Het kan ook iemand zijn die bijvoorbeeld agressieproblemen heeft. Agressie is ook van een bepaald type soort demon. Wat ervoor zorgt dat iemand anders gaat pijn doen. En op het moment dat jij aan toegeeft aan die agressie en iemand anders pijn gaat doen, en die pijn, daarmee voed je die demon die in jou zit. Maar als je daarmee stopt en dat Jezus zegt van dat je tegen je vlees ingaat, dan zal die demon ook van je weggaan, want je voedt die demon niet meer. Dus die demon gaat uiteindelijk van je weg, ook natuurlijk door gebed. En bevrijding door te vragen. Dus, maar ook door jezelf te bekeren. Not just a cruise ship for pleasure. We are soldiers, not slaves. We don't win this war by participating in a video game. We don't win this war by eating junk food from KFC. We win this war through prayer, through spiritual warfare, through evangelism, and setting the captives free through deliverance. The third thing that I want you to keep in mind is that you can defeat demons like Lilith with other demons like necromancy. Demons are removed by the power of the Holy Spirit, according to Matthew 12. Ja, en wat hij hier ook zegt is dat demonen kunnen niet verslagen worden door andere demonen. Het kan alleen maar vrijgezet worden door de Heilige Geest en door God. Daardoor kunnen mensen werkelijk bevrijd worden. En dat is de enigste manier om andere demonen te bestrijden. Dus als jij een kind van God bent en je hebt de Heilige Geest, dan ben jij in staat om in de naam van Jezus demonen uit te drijven. Niet omdat voor wie jij bent, maar Jezus die in jou is, die dat zegt. Want die heeft de autoriteit. Wij niet. Die demonen luisteren niet naar andere demonen. Die demonen luisteren niet naar mij. Maar ze luisteren door Jezus die in mij zit. Die met mij meegaat. Omdat Jezus die in mij zit groter is dan ik. En alle demonen moeten luisteren naar wat Jezus tegen hen zegt. Want hij heeft de dood overwonnen. En hij heeft ook de duivel verslagen. God en Jezus, die zijn zoveel sterker dan de duivel. En dat is een bepaalde perceptie, wat de media misschien wil laten doen. Dat het is alsof Jezus en God moeite hebben om de duivel te verslaan. Maar dat is een leugen. En dat is ook een leugen van de duivel, want dat is niet zo. Jezus en God zijn zoveel sterker dan de duivel ooit zou kunnen zijn. Sterker nog,
Als de duivel zou willen, zou hij met dit, zou hij de duivel weg kunnen vagen. En de duivel zou er niks tegen kunnen doen. Dus laat je niet gek maken door mensen die zeggen van de duivel en de duivel heeft veel kracht. Of die willen verleiden met duistere machten die je potentieel veel kracht zouden kunnen geven. Want de Heilige Geest en God kan je veel meer kracht geven dan wat de duivel je ooit kan geven. 28. Demons are removed in the name of Jesus according to Mark 16:17. And demons are removed by being cast out of people according to Matthew 8:16, Matthew 9. Ja, en wat hij hier ook zegt, zijn bepaalde Bijbelversen die dit bevestigen. En ook dat het uitdrijven alleen maar mogelijk is door het gebruik van de naam van Jezus om ze uit te drijven. En dat dat de enigste manier is om mensen daarvan vrij te zetten. Een andere manier, zoals medicijnen die bewijzen van voorgeschreven worden door de doktoren omdat ze psychoses niet goed begrijpen, zorgt ervoor dat die persoon het onderdrukt en dat dingen in zijn hersenen niet meer gestimuleerd worden. Maar dat betekent niet dat die demonen nog niet meer zit. Die zitten wel, maar die is onderdrukt. En die persoon die kan redelijk functioneren, of misschien soms ook wel niet, door hoe afhankelijk van hoe heftig het is, dat hij zo gedrogeerd is dat die persoon in een inrichting zit en de rest van zijn leven nooit uitkomt. Terwijl als er voor gebeden zou worden en vrijgezet zou worden, zou die persoon gewoon normaal zijn leven kunnen leiden. Kijk naar bijvoorbeeld, noem een voorbeeld van Jezus die bijvoorbeeld het meer van Galilea overging om één man te bevrijden die door meerdere demonen bezeten werd, door het legioen werd hij genoemd. Vroeg aan hem, wat is je naam? En hij zei legioen, want wij zijn met velen, zij antwoordde die man. En dat Jezus hem vrijzette. En op het moment dat hij vrijgezet werd, niemand kon hem in bedwang houden. Hij was volgens mij ook volledig naakt. Ze hebben hem proberen vast te pakken, maar ze konden hem niet stoppen, ook al zat er 10 man bewijzen van op. Maar Jezus kwam daar en Jezus zette hem vrij. En hij werd bestempeld als een verwaarde man. Als een man die op een begraafplaats leefde. En vervolgens werd hij dus vrijgezet. Zo, die man die verdwaasd leek. Lijkt dat ook niet heel erg veel op mensen die misschien een psychose zouden hebben. Hoe wij hedendaags mensen met psychose bestempelen. Of een verwarde man. Die andere mensen neersteekt. 33, 10, 1, 10, 8, 12, 28, and so many other verses. Demons are not removed by spells. Demons are not removed by conjuring up some powers. Demons are not removed by physical weapons. And therefore, this idea that portrays spiritual warfare, I know it could be attractive to so many people, but I would encourage you to stay away from that. If you really want to fight demons, become a Christian, get filled with the Holy Spirit, live a holy life, embrace your authority as a believer, and cast out demons. That is the real way of taking part in spiritual warfare. The Bible. Ja, wat hij dus ook zegt van de enigste manier van wat ik net ook al zei is door een kind van God te worden, om de autoriteit van Christus te krijgen. Dat is de enigste manier hoe wij hier oorlog tegen kunnen voeren. De enigste manier om mensen echt vrij te zetten, volledig vrij te zetten. En dat als mensen dat echt graag willen, dat ze een kind van God moeten worden. En niet krachten moeten zoeken in eventuele bepaalde objecten. Zoals bewijzen van een kristal die je misschien zou kunnen gebruiken. Of wier ook die boze geesten zou moeten kunnen wegdrijven. Demonen, want het zijn demonen, die gaan echt niet weg door het gebruik van wier ook. Die lachen erom. En sterker nog, we hebben een ander filmpje eerder behandeld over een oud heks. Die precies exact hetzelfde zei. Die zelf heks is geweest. Uiteindelijk tot bekering is. Die zich uiteindelijk zelf bekeerd heeft. Die zelf heeft gezegd van. Ik heb mensen hun huis. Soort van ingezegend met wierook. Dat hun zou beschermen. En de demonen moesten er eigenlijk om lachen. Het heeft nooit wat gedaan. Alleen mensen geloven het wel. Het komt niet vanuit objecten. Het komt vanuit Jezus. De autoriteit van Jezus en de Heilige Geest. En dat wij. De autoriteit die wij van Jezus hebben mogen ontvangen. Dat we die mogen gebruiken om andere demonen uit te drijven. Dat is de enigste manier. Niks anders. Geen object kan daaraan voldoen. It says we should not take part in the works of darkness. This may seem like a naive game, but I do believe it opens people
to a demonic influence as well as desensitizes our culture toward things that are real, dangerous, and mean harm to us as humans. The Bible calls them demons. If you're playing this game, stop playing it and join Jesus's mission. That's not a game, but real life of preaching the gospel, making disciples, and casting out demons. Thank you for watching this video. I hope that you found this to be encouraging, enlightening, and educational. Don't forget to hit like, subscribe, and share this with other people. Until next time. Yes, I do. Yeah. Ja, en wat hij dus zegt is nog een oproep aan mensen van als je echt graag iets tegen wil doen in plaats van in een videogame, dan moet je een kind van God worden. Dat je echt mensen kan helpen, dat je echt mensen kan vrijzetten. En dat je de autoriteit van Jezus kan krijgen. En dat je dan echt letterlijk mensen kan helpen. In plaats van door een game. En ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie aandacht. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Ik hoop dat jullie misschien ook bepaalde dingen die misschien lastig zijn of lastig te bevatten zijn. Dat het jullie nieuwe ideeën mag hebben gegeven. En ik wens jullie nog een hele fijne dag.